Yes, super. Super. Okay, any more or two? Oh, yes. We zien dat we vingers naar beneden houden in dezelfde richting als ik stop met voeren. Dus probeer niet je hand te draaien. Hou iets omhoog en dan maak je het op. Dus ja, de hand moet stabiel zijn. Wat je niet gaat doen. En nu is het nog maar klein. Goed hoor. Waarom moet ik daar naar billen knijpen? Onduidelijk van voertje doe jij? Huh? Onduidelijk van voertje? Ja. En dan weer spelen. Goed zo. Nou, wat zij heeft geleerd is dat het een knap betekent voer. Je moet ook weer een knap snel betekenen. Ja. Goed zo meisje. Goed zo meisje. Oké, en dan stop je die in je kontzak, doe je voet in je linkerhand. Want het doel is dat je hond op de rechte cirkel doet, dus aan de andere kant. En dat, waarom? Dat is meer voor drijf en voor beweging. Ja, dat is veel betere beweging. Niet te klein, hele verkeerde plaats. Je maakt er bijna een bocht van. Dan zij niet op gang komen. Ja, dan mag ik eens pret op mijn slippertjes aan. Ja. Stik je erin? Oké. Hand houden voor de hoofd. De reden is dat ik wil dat ze naar jouw hand toe komt en die strekking omhoog naar jezelf. Terwijl je denkt dat je daar een uit de afval houden. Ja. Kijk, en niet als je hoofd leeg is, achter die, want dat laat zijn dat je hier zit. Oh ja. Dan leer je niet. Spik de helft ervan. Ja, voer aan, ja, bij de puntjes van je vingers houden. Ik neem het zo je vingers uit. Arno, je bent niet de eerste die ze. Wat je moet doen, als je zo staat, dan staat daar, niet gaan. Totdat, pas gaan als zij zegt van ik ben klaar. Dus zij gaat duwen en pesten en je hand gaat duwen. Jij voelt het aan en dan ga je lopen. Niet één, jij drie. Ja, nee, daarom. Dat dik is niet goed. Daarom ga je snel passen. Kijk dat. En dan zweven we meteen. Dus ik heb niks. Aan ijsje, ijsje, hè. Misschien even van een beetje achter de hand gaan lopen. Maar ik wil wel gas geven. Leren gas geven. Waar? Kijk, maar het maakt niet uit, dan ga je gewoon verder, maar ik heb er geen probleem van. Oké, dat is